Het Antonius Gilde, één eind op Wetten, vieren het 550-jarig bestaan en dat werd groots gevierd. Gilde uit de hele omgeving namen deel aan dit bijzondere jubileum. Wat is het heerlijk om hier weer te mogen zijn, om alle gildes weer te mogen zien. Ik heb het één keer eerder mogen beleven in Bergijk en toen kreeg ik er al kippenvel van. En dan sta je hier en dan komen jullie allemaal zo naar ons toe. Het is echt ontroerend om te zien. Vorige week was ik nog op bezoek in Gerwen en nu mag ik alweer op één eind zijn, want we vieren het prachtige jubileum 550 jaar bestaan. Het is ongelooflijk lang. En ook indrukwekkend om dat iedere keer te mogen zeggen. Als je opgericht bent in 1474, dat je dat eigenlijk als eerste signalen van je vereniging ziet, van je gilde. Dan is het toch wel heel bijzonder dat we er dan nu nog staan met zoveel actieve leden. 48 schutsbroeders, dat is echt bewonderenswaardig. In de loop van de jaren is het ledental gegroeid. Wij zijn een van de weinige gilden waar een redelijk constante groei in zit. Maar dat komt ook omdat we zichtbaar zijn op het eenheid en in het dorp en meedoen met allerlei activiteiten en openstaan voor nieuwe initiatieven. Sint-Anna-Nederwetter bestond zeker al in 1614, volgens het oudste schildje dat ze hebben. Onze lieve vrouw wil de Aarde Rekstel. Gilde van onze lieve vrouw en de Aarde Rekstel bestaat sinds 1324. Hoofdkleur is blauw als verwijzing naar de patroonheilige. Als je eens kijkt, ziet u het kloveniersgilde Sint-Antonius Abt uit Ter Heide. De naam kloveniersgilde zegt het al, zij scharen zich onder de schuttersgilden en schieten dan ook met het geweer op de staande wip.